voor 2VWO, NASC. Dan gaan we stof weer herkennen. Je krijgt een bakje met 12 genummerde potjes. Elk nummer staat voor een bepaalde stof. Het is aan jou om uit te zoeken welke stof bij welk nummer hoort. Je mag gebruik maken van je ogen, je reuk en van de magneet. En je reuk, dan moet je natuurlijk ook zo'n dop eraf halen. En dan voorzichtig zo waaien en dan ruiken. Dus niet hier gaan zitten snuiven. Je krijgt al die poeder in je neus. En bij zo'n magneet is het natuurlijk niet de bedoeling dat je die magneet in het potje stopt. Want het wordt heel lastig om al dat ijzervel zo eraf te krijgen. Gesteld dat er ijzer in zit. Ja, het zit erin, ijzerpoeder. En deze stoffen zijn aanwezig. Water, lucht, alcohol, maïzena, suiker, zout, slaolie, norit, soda, waspoeder, ijzerpoeder, koper. Sommige mensen weten niet wat norit is. Dat gebruiken ze als je diarree hebt. En dat schijnt dan de slechte stofjes te binden. En het is gewoon houtskool. En houtskool is zwart. En je moet de stof herkennen aan kleur, geur of vorm. Maar je mag een stof niet proeven. Dat kan natuurlijk giftig zijn. Niet geschikt om te eten. Dus we gaan niet proeven. En we gaan ook niet altijd direct snuiven. En we gaan niet de magneet in het potje stoppen als het past. Nou, ik heb dan hier al die potjes. Ik heb ze hier gewoon achter elkaar neergezet. Veel witte zitten erbij. Hier mijn vloeistof. Hier de poeder. Weer de wit. En twee vloeistoffen. Een beetje gelig zijn. Die heb ik hier gewoon in een rondje gezet. Misschien wat makkelijker. Nou, wat meteen al opvalt is nummer 2. Er zit niks in. Dus die is makkelijk. 2 is dan lucht. Ik kan die alvast eruit halen. En dat kan je herkennen aan dat er niks in zit. En een aantal witte. En kijk, we hebben hier een norit. Ja, de zwart. Dat is ook een makkelijke 10. En ijzerpoeder. Ja. Zit ijzerpoeder? Nee. Zit ijzerpoeder? Ja, dit is ijzerpoeder. Nou, kan niet missen. 7 ijzerpoeder. Nou, dit ziet er ook uit als poeder. Ziet een beetje rood eruit. Dus ja, die is ook makkelijk. Dat is een koper. Nummer 8 is koper. Ja, dat heeft een beetje koperkleur. Nou, dan hebben we nog een aantal vloeistoffen. En een paar witte poeders. Nou, dit is dan 5. Nou, ruikt nergens naar. De vloeistoffen die we hebben, de slaolie is natuurlijk een vloeistof. Alcohol is een vloeistof. En water is een vloeistof. Nou, dit zijn de 3 vloeistoffen. Doe die even apart. 5 ruikt nergens naar. 11 ruikt. Top zit een beetje vast. Nou, normaal zou het kleurloos moeten zijn. Het is een beetje gelig. Maar het ruikt toch wel echt naar alcohol. 12. Ziet er een beetje stroperig uit. Beetje vettige lucht. Nou, dus die 12 is dan. Als je moet kiezen tussen water, alcohol en slaolie. Is dat slaolie? Nou, je herkent het aan kleur. En een beetje vettig. Vettige geur. En dan is 5, moet dan water zijn. Dat is ook de kleur. Doorzichtig. En geurloos. En dan hebben we nog een aantal poeders. Wat blijft er dan over? Lucht was ook al weg. IJzerpoeder, koper is weg. Nord is weg. We hebben dus nog over maïzena. Suiker, zout, soda en waspoeder. Nou, als je dit ziet van die grote korrels. Dan vind ik dit erg op suiker lijken. Kijk of het ergens naar ruikt. Nou, ruikt weinig. Meer de rubberdop. Maar ik vind 6 op suiker lijken. Maar als het poedersuiker wordt, wordt het natuurlijk wel lastiger. Het zijn meer van die grove suikerkorrels die je in de thee of de koffie zou kunnen doen. Ken je dus aan de vorm. Dat was 6. Zout. Kijk, op grond van de vorm vind je dit echt zout. Maar je mag niet proeven. Dat is bij suiker. Maar ik gok dat dit zout is. Zout, suiker hebben we ook al afgevallen.
Dan hebben we dus maïzena, soda en waspoeder. Nou, dit ziet er een beetje uit als waspoeder. Ook op grond van de vorm. Een beetje van die mega pearls. Het klit een beetje aan elkaar. Dus één is waspoeder. Ook de vorm. En dan hebben we nog soda en maïzena. Dit is wel heel fijn poeder. Ik denk dat dit maïzena is. Nee, van maïzena. En de waspoeder kun je natuurlijk nog even ruiken. Dat was nummer 1. Nou, dat is niet echt te ruiken. Zo fris is de was niet meer. En maïzena. Er zit ook niet echt een luchtje aan. En dan blijft over soda. Te herkennen aan kleur en vorm. Dat is een beetje fijn soda. Nou, het zou ook maïzena kunnen zijn. Dus nog even de samenvatting. Stof 1, waspoeder, is te herkennen aan de vorm. Beetje megapearls en kleur. Stofje 2, dat is lucht. Er zit niks in. 3 is soda. Die bleef over. 4 is zout. Soda is wit. Zout is ook wit. En dat heeft vrij herkenbare kleine kristalletjes. 5 is doorzichtig. Dat is water. 6 is wit, vrij grote korrels, suiker, geen poedersuiker, maar kristalsuiker. 7 kan je herkennen aan ijzerpoeder, dat is magnetisch. 8 heeft de kleur van koper, koperpoeder. 9 is heel fijn poeder, maïzena. 10 is zwart, oftewel houtskool, en dat gebruiken ze als Norit tegen diarree. 11 kan je een beetje aan de geur herkennen, is alcohol. Maar het is een beetje, normaal is dat kleurloos, maar het is een beetje gelig. Het lijkt wel witte wijn. Dus moet ik je vervangen door gewoon helder alcohol. En 12 was een beetje vettig, een beetje stroperig. Je ziet ook dat het niet zo heeft een beetje plak aan het glas. De slaolie.